Nou, ik denk dat iedereen deze uitzending zou moeten zien, omdat hij moed geeft en omdat hij hoop geeft. En omdat hij eigenlijk opnieuw laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om dingen te veranderen. En dat boeken daarin een hele belangrijke rol kunnen spelen. En dat ideeën uiteindelijk de wereld een beetje kunnen in gang kunnen zetten en kunnen veranderen. Deze uitzending van Tegenlicht heet Red de Mens. En daarin hebben we twee hele beroemde intellectuelen aan het woord gelaten. En ook 2 dagen gevolgd tijdens de promotietour, de boektour van hun nieuwe boek. Dat zijn Thomas Piketty, de econoom, de Franse econoom, die over ongelijkheid schrijft. En constateert dat die ongelijkheid alleen maar is toegenomen de laatste decennia. En Naomi Klein, de Canadese activiste die het klimaatprobleem opnieuw op de agenda zet. We hebben Thomas Piketty eigenlijk gevolgd de 2 dagen dat hij in Nederland was. Dat was een groot privilege, want er was een enorme lijst van instellingen die de uitgeverij ons liet zien, wel 90 stonden erop, die allemaal iets met hem wilden in die 2 dagen, maar dat kon natuurlijk niet. En dus hadden ze een klein programma voor hem gemaakt, zat bomvol, maar er konden natuurlijk maar een aantal activiteiten op. Maar wij mochten dat helemaal volgen, dus dat vond ik heel bijzonder. En hij bleef ongelooflijk rustig en cool en geestig onder de druk. En de meeste mensen zijn wel voor verandering, zolang u verandert, die ander of de buren. En zolang er misschien een handleiding bestaat die zegt dat het pijnloos zal zijn en dat het ook instant kan gebeuren. Naomi Klein. Je zag bij ITVA, bij Naomi Klein, dat mensen echt in de zaal ontzettend bezig waren met het idee van ja, maar wat kan ik nu doen de komende maanden? En letterlijk stelden ze die vraag ook vaak van wat kan ik doen? En dan is toch het antwoord vaak onbevredigend. Was dan van ja, we moeten terug naar een uitstoot van zoveel procent of zo. En dan, ja, dan denk je toch van ja, maar wat kan ik nu doen? Maar ik denk dat het ook een vergissing is om te denken dat er dan niks gebeurd is. Het vertrouwen in de politiek komt niet zo snel terug, denk ik. Dat is echt is ver weg. En de problemen worden er alleen maar groter op. Dus het aangewezen middel om die problemen op te lossen, wat we daarvoor hadden bedacht, ja, dat kraakt aan alle kanten. En de grote problemen kunnen we alleen als individuen ook niet oplossen. Dus puur het idee van bottom-up en alles wordt wel opgelost door genetwerkte groepjes uit de samenleving, daar geloof ik zelf absoluut niet in. Naomi Klein zegt dan, ja, je moet met de sociale bewegingen, de Greenpeace van deze wereld, die moeten allemaal samenkomen en dan druk uitoefenen. Nou, ik denk dat dat zeker zin heeft, maar dat is ook een lang proces. En Piketty zegt dan van ja, maar je moet wel die politiek terugwinnen. Je kan hem niet opgeven. Dat is wat we hebben en we hebben niks anders.